Goedemorgen, ik zal me even kort voorstellen. Erwin de Groot, hoogheemschap van Rijnland. Ik ben een beleidsadviseur en ik zit dus niet in de waterkeringhoek. Dus ik ga u een verhaal vertellen. Misschien dat je zegt, nou dat is leuk, ik hoor liever iets over waterkeringen. We gaan het vooral hebben over ons watersysteem en het belang van het watersysteem in deze regio. En ook de ruimtelijke ordening. En dat vind ik op zich wel mooi dat het term ruimtelijke ordening en ook die nieuwe woningbouwopgaves, hoe we daar nu op een slimme wijze mee omgaan, dat het toch wel resoneert. Dat het ook veel meer terugkomt, ook in dit soort toch vrij technische bijeenkomsten. Dus ik was benieuwd, zitten hier ook ruimtelijke ordenaars in de zaal? Dacht ik al. Ja, dat is hartstikke mooi. Want meestal heb je, als ik dit verhaal hou voor ruimtelijke ordenaars, heb ik een totaal ander gesprek dan met de techneuten die hier zijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat straks ook werkt. Ik heb hier een mooie foto van het Noordzeekanaal Amsterdam Rijnkanaal. Ik hoor het hier een paar keer, Bas en Kees noemen het ook al. Het belang van het Noordzeekanaal Amsterdam Rijnkanaal, economisch belang voor het vaarweg, maar ook voor het waterbeheer. En daar ga ik dus nu ook nader op in, want hier zijn we samen met een aantal waterschappen in de samenwerking. Dus we komen ook terug hier op jouw eerste vraag. Is het van belang, die samenwerking? Hier zijn we echt met een aantal overheden met elkaar bezig om te kijken, wat moeten we hier nu? Wat komt er op ons af, ook op die veel langere termijn? Niet alleen 2050, maar ook 2100. Met de provincies Noord-Holland en ook Utrecht en de verschillende waterschappen en natuurlijk ook Rijkswaterstaat. Ja, Amsterdam, Noordzeekanaal gebied. Het is al verschillende keren gepasseerd. Het is een heel erg belangrijk gebied. En we willen daar van alles. Woningbouwopgaves, de omslag in de landbouw, energietransities. Dan komt het meisje met de fiets. Ik weet nog steeds niet of het nu in onze regio is of gewoon een leuk plaatje. Maar dat is ook wel een problematiek die ook speelt vooral in onze oude binnensteden en natuurlijk ook het veenweidegebied met de bodemdaling. En ik kan nog wel zoveel meer van dit soort plaatjes met al die opgaves doen. En wat als je bij elkaar optelt, dan kun je maar één ding concluderen, het past niet. We willen gewoon te veel, volgens mij in West-Nederland. En ik denk ook op basis van die 100 dagen brieven die ik ook net heb doorgenomen, dat we ook veel breder moeten kijken dan alleen die provincie of die regio. Maar we moeten denk ik ook veel meer op Nederlandse schaal, misschien op een grotere schaal gaan kijken met die grote uitdagingen. Dat even als korte persoonlijke mening en introductie daarin. Want wij willen heel veel en we hebben daar prachtige, mooie organisatie voor opgetuigd. Ik heb gewoon eens een aantal overlegorganen hier met cirkeltjes weergegeven. Van de metropoolregio Amsterdam, Novi-gebieden die nu weer Novex-gebieden worden. Allerlei zaken in Utrecht, Zuid-Holland en dergelijke. En als ik dit zo me laat inwerken, denk ik van nou, we werken heel goed samen. Maar god, wat maken we het ook met z'n allen heel erg complex. En als ik die 100 dagen brieven lees en ik zie daar een prachtige rol voor de provincies in om dat prachtig te coördineren, dan denk ik, nou heel mooi, daar ben ik heel ook blij om. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat zich ook straks gaat uitwerken, want er moet heel veel gebeuren in een jaar tijd. Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal. Ik heb hem er even dik ingetekend. Het is echt de backbone, slagader, ruggengraat van het gebied waar heel veel van afhangt. Aan het eind, idyllisch plaatje aan het eind, hè? De hoogovens. Je hebt hier een sluizencomplex, de grootste sluis van de wereld is daar net geopend. Gemaal en sluizencomplex om water af te kunnen laten en dergelijke. Heel erg industrieel complex, maar heel erg ook van economische waarde, ook voor het waterbeheer, om ons daar kunnen uit te voeren. En dat waterbeheer, dat is echt centimeterwerk. Ik ga nu even de inhoud in, om toch even te benadrukken. Dat het reguliere pijlbeheer, dat vindt echt plaats binnen bandbreedtes van een aantal centimeters. Echt van een min 4 tot min 30 NAP, dat is onze reguliere pijlbeheer. Dan mag het nog een beetje stijgen, tot min 20. Dan wordt dus al heel erg zenuwachtig in Amsterdam. Ik weet niet of er mensen uit AGV hier zitten, die dan sluisjes en dergelijke, heel mooie oude sluizencomplexen moeten gaan lopen dichtzetten. En gaat het dan uiteindelijk richting de NAP, dan gaat het over de regionale kering heen. Zo zitten jullie hier allemaal, zijn we druk mee bezig dat dat niet gebeurt. Want als dat gebeurt, dan stroomt het dus al die belangrijke economische centra in. Dat verschil tussen min 40 en min 20, dat kan in een paar uur optreden. Dan gaan er allerlei appjes voorbij, dan worden we met z'n allen al zenuwachtig. En dan zien we toch 1-2 keer in het jaar toch zeker gebeuren. En dan geeft het ook weer die gevoeligheid aan vanuit waterbeheer in deze regio. En als we dat dan eens combineren met al die woningbouwontwikkelingen, met al die klimaatontwikkelingen, nou daar hoef ik jullie hier zeker niets over te vertellen, dat is er toch wel een uitdaging wat er op ons afkomt. Even een paar foto's, dit is overigens wel het riviergebied, hè. We hebben te maken met effecten klimaatverandering, onder andere de droogte. De bodemdaling, dit is binnenstad van Gouda, dit is gewoon het reguliere beheer, hè. En als het een beetje hard regent, dan stroomt het hier een straatje in. En die mensen hebben daar gewoon houten plankjes, schotjes klaarstaan. En ja, wij noemen dat tegenwoordig klimaatadaptatie. Maar dat komt er gewoon regelmatig voor. Dat zijn echt grote uitdagingen in zo'n zaak. Ik zeg niet dat die bodemdaling een probleem is als gevolg van de klimaatverandering, maar we hebben er wel mee te maken. Onze collega's uit Hollands Noordkwartier zullen waarschijnlijk dit plaatje kennen. Juni 2021, grote hoeveelheden. Ik weet niet precies hoeveel. 100, 120 mm volgens mij in een paar uur, toch? Klopt, hè? Dit is IJmuiden weer. Er viel zomaar ineens een pomp uit.
kan gebeuren in dat gevoelige gebied. En dan zie je wat er vervolgens voor leidingwerk moet komen bij de sluizencomplex om maar een beetje te kunnen compenseren. En dat ook nog eens een keer gecombineerd in ons eigen gebied. Ja, we hebben gelukkig ook een keer, nou gelukkig, we hebben ons eigen dijkdoorbraakje gehad. Dus overigens niet tegelijk in een boezemrenaal kering. Maar je ziet wel wat de gevolgen kunnen zijn. Het is gewoon nog maar een polderkering inlep. Dus er zit niet gelijk een heel groot boezemsysteem achter. Maar het kan zomaar ineens gebeuren in het gevoelige gebied. Boskoop 2018. Ik noemde net die droge periodes. We zaten echt als calamiteitenorganisatie opgesteld in droge periode. En toen wilden we ineens in ons gebied 115 mm in een paar uur. Nou, dit is dan dit plaatje. En hiernaast zitten een allerlei kassen en dergelijke. En echt 10.000 euro schade bij die betreffende teler die daar die kassen had. En last but not least, ik weet niet of de collega's uit Limburg zitten. We kennen allemaal deze plaatjes. Er viel toen een hele grote hoeveelheden neerslag. Oftewel, de klimaatverandering is gewoon iets wat nu gewoon al optreedt en waar we nu al mee moeten omgaan. Dat hoef ik jullie niet te vertellen, maar als ik dit dus voor ruimtelijke ordenaars vertel, ook voor andere mensen, dan is het wel weer een wake-up call van jongens, daar zijn we toch op zich mee bezig in Nederland en hoe kunnen we dit nu met z'n allen beter handelen. TB, waar zijn we nu mee bezig? Ik heb nog de kaart eventjes neergelegd. Feitelijk zijn we bezig met de hele grote puzzel. Met al die verschillende opgaves kijken wat gebeurt er nu en wat betekent dat nu voor het watersysteem van nu en voor de toekomst. En inmiddels zijn we de blauwe randjes aan het invullen. We weten ongeveer wat die opgaves zijn. En we zijn met de grotere dilemma's bezig om te kijken, oké, wat betekent dat nu en hoe kunnen we dat concreet maken in opgaves. Moeten er nieuwe gemalen mee, moeten we iets met de kering of komen we toch weer terecht bij die ruimtelijke ordening. En dan kom ik er straks bij aan het eind van mijn verhaal. Als TB, TB staat voor toekomstbestendig, nog zeker al Amsterdam-Rijnkanaalgebied, kortom af met de term TB, hebben wij heel veel lopen studeren. Afgelopen 3-4 jaar een tiental diepgaande studies om te snappen hoe werkt dit systeem nu? Wat gebeurt er nu met die klimaatverandering? Wat is die combinatie met al die andere functies? Zout, zoet, nou noem maar op. Een veelheid van opgaven. En inmiddels hebben we wel de hoofdlijn te pakken en dan kunnen we richting de opgaves om die proberen te definiëren. Dit is mijn ene en ook mijn laatste wetenschappelijke plaatje, maar hier durf ik wel te doen met al deze techneuten. Ik pak hem even erbij. Dit is weer de waterstand die je net op de pijlschaal hebt gezien. Dan zie je hier het min 40, min 30, het reguliere pijl. Ik heb daar een dikke rode lijn gezet bij NAP, die wil nooit overschrijden. En dit is de overschrijdingskans, of de valkans feitelijk van het watersysteem. En rond het jaar 2000 hebben we sommetjes uit laten voeren. Een hele moeilijke sommen overigens, dat is een groene lijn. En toen dachten we dat de valkans van het systeem rond de 1 in de 2 tot 3000 jaar was. Die sommen hebben we opnieuw lopen uitvoeren. 2016-2017 met de nieuwe klimaatscenario's, maar ook met de valkans van de gemalen daarin meegenomen. En wat zagen we nu? Dat die valkans van het systeem op 1 in de 72 jaar ligt. En dat was voor mij in ieder geval als waterbeheerder wel schrikken. En ook voor andere collega's in onze regio. Van, joh, hebben we nu zo'n gevoelig gebied? En het klopte dus met onze waarneming dat met de val van gemaal, met ze nu en dan toch hoge pijlstijgingen en dergelijke, hebben toch wel een heel gevoelig systeem. Dus dit was voor ons ook weer een wake-up call om echt aan de slag te gaan als gezamenlijke organisaties. Dat is echt die eerste uitdaging. En kijken we dan naar de toekomst met de zeespiegelstijgingen naartoe, dan gaan we richting valkansen van 1 in 10 tot 20 jaar als we helemaal niets zouden doen. Zoet-zout, verzilting. Ook een heel interessant vraagstuk, want we zijn in West-Nederland heel erg afhankelijk ook van de zoete water. Ik noem alleen een halbollengebied, allerlei kassen en dergelijke in deze regio. We hebben de aanvoer vanuit de rivieren. En we zitten momenteel toch weer in zo'n droge periode dat het allemaal weer spannend wordt. Maar aan de andere kant, we hebben daar weer hele mooie zeesluis gemaakt, grote zeesluis. We krijgen echt ook indringing van zout, gewoon zeewater, wat er ons gebied in komt. Dat is weer een uitdaging op zich. En dan komt hij weer, die ruimtelijke uitdagingen, wat er nog allemaal bouwopgaves komt. 10.000, zo niet 100.000 woningen in onze regio. Er zijn allemaal die vlekjes die nu zijn ingekleurd. Op zich zou je van afstand kunnen zeggen, dat valt nog wel mee. Maar ga je nog op wat langere termijn kijken, dan komen nog veel meer vlekken bij. Met allerlei transities die daarin plaatsvinden en waar we dus mee moeten kunnen handelen. Als TB-organisatie hebben we al die studies gedaan en we hebben inmiddels een aantal opgaves gedefinieerd. Ten eerste is dat we bij de gemaal IJmuiden. We hebben feitelijk maar één hoofdkraan. Als die uitvalt, hebben we gewoon een enorm probleem. Dan moeten we wat doen. Redundantie inbouwen. Dus als we nog iets met gemaalcapaciteit moeten doen, niet allemaal zomaar in IJmuiden neerzetten. Nee, liefst ook op een andere plek. Ik doe hem eventjes richting Markermeer. Ik probeer een beetje te pushen van, joh, dat lijkt mij in ieder geval de meest ideale locatie. Ik mag dat niet zeggen, maar goed, ik probeer toch op die manier wat te doen. We kijken ook naar mogelijke grootschalige piekbergslocaties. Dit is overigens een interessant. Die levert gelijk discussies op, dus dat is goed, hè. In allerlei regio's. Ik wil niet zeggen dat dat er nu gelijk op korte termijn moet komen, maar we willen ook een ruimtelijke reservering hebben voor de wat langere termijn om die ruimte in de omgeving te houden.
We denken ook na over het opzetten van een pijl in het Noordzeekanaal en Marijnkanaal. Dat is een directe link ook met de regionale keringen. Want als je 10 tot 20 centimeter water meer in kwijt kan, ja, dan heb je veel meer flexibiliteit. We hebben nog wat alternatieve afvoerwegen. En ja, last but not least, je moet er veel meer naartoe van jongens. Het gaat gewoon gebeuren dat we een keer wateroverlast, overstromingen zullen hebben. Dus houd er nu rekening mee bij je ruimtelijke ontwikkelingen. Dus dat je ook die gebieden zo inricht, als een keer gebeurt, dat het niet gelijk helemaal fout gaat. En dat, ja, dan kom ik dan bij het thema water meer sturend in die ruimtelijke ordening. Maar wat betekent dat nu en wat moeten we daar nu aan doen? Mooi is wel dat er heel veel over wordt nagedacht in Nederland. Allerlei werkgroepen op landelijk niveau. Prachtige rapporten zijn er verschenen in deze regio. Ik denk ook in het Utrechtse en ik denk waarschijnlijk ook wel in het oosten van Nederland. Allerlei leidraden, klimaatadaptief bouw, klimaatbestendig hernieuwbouw. Waarin ook ja, richtlijnen, maatlatten zijn neergelegd. Hoe doe je dat dan, klimaatadaptief bouwen? En dan gaat het om wateroverlast, droogte, nou, hittestress, bodemdaling, biodiversiteit, maar ook over overstromingen. En als we dit in Beven in Nederland nu gewoon als standaard zouden gebruiken bij onze grote woningbouwopgave, dan ben ik wel gerust dat we goed bezig zijn. Maar als ik nu zie allerlei verschillende brieven die verschillende instanties schrijven naar de ministeries over hun woonaanbod, dan word ik toch hierna wel wat zenuwachtig, omdat het economische belang, dat korte termijn economische belang, mijn inziens toch te veel prevaleert. Maar hoe gaan we daar nu als Rijnland mee om? En ik kom richting het eind van het verhaal. Ik weet niet hoeveel minuten ik nog heb. We hebben nog 10 minuten. Oh, dat, dan gaan we dat wel redden. Er zijn in onze gebied, Rijnland, we hebben een aantal steden zoals gemeente Leiden, die zijn al heel erg actief bezig met dat klimaatadaptief bouwen. Onder andere na overlastsituaties. Dat werkt altijd wel. Hè. Een keer een overlast, dan wordt iedereen wel wakker. Dit was Leiden-Noord, een arbeiderswijk. Elk geleden op slechte grondslag, veenbodem en dergelijke, geen goede afvoer. Nou, er kwam een keer zo'n piekbui en dan krijg je dit soort situaties, dat water naar binnen stroomt en al het pakket moet worden vervangen. En daar heeft gemeente Leiden gewoon een heel mooi klimaatadaptatieprogramma op gezet. Met ook in die woonwijken en dergelijke vergroening, minder parkeerplekken, dat levert overigens wel weer discussie op. Maar wel op proberen dit soort wateroverlast situaties op te kunnen vangen. En een neveneffect hiervan is ook meer sociale cohesie. Dit werkt ook, het ziet er beter uit, ziet er vriendelijker uit en al die parkeerplekken en dergelijke. En daar zijn ze gewoon heel actief mee aan de slag. Amsterdam, Rijnproef, zelfde soort verhaal, ook overlast gehad. Ik ben er 2 weken geleden met collega's van Waternet daar een rondje wezen fietsen. Ik vind het indrukwekkend wat er gebeurd is. Je ziet er allerlei verhardingen met doorlatende stenen. En er werd mij verteld van, ja, die stenen die hebben doorlaatcapaciteit van, wat was het, 2000 mm in een uur. Ik zeg van, joh, dat geloof ik niet. Kan dat zo? Dus nou, die meneer die grote Rijn en water overleggen, je ziet dat er gewoon doorheen gaat. Nou, er zitten natuurlijk allerlei voor- en nadelen, maar ze zijn er wel heel actief mee bezig om in zo'n versteende buurt aan de slag te gaan. En ook bij nieuwbouwontwikkelingen. Ook een eigen gebiedsontwikkeling bij Rijnland. Lincoln Park in de Haarlemmermeerpolder, overigens een diepe polder. Als ik zie hoe de ontwerpen er nu uitzien en de concepten die er worden toegepast, dan zien die eerste er goed uit. Ik hoop wel dat het zo blijft, want ik zie ook altijd weer de economische belangen weer prevaleren, maar er moeten altijd weer wat meer woningjes worden neergezet. Dus er is altijd weer een strijd. En dan kom ik dan bij de afdeling regels van ja, hoe kun je daar nu als waterschap in sturen? En ook in gezamenlijkheid weer met de provincie, met de verordeningen, de keuren die erbij horen. En daar zijn we over aan het nadenken. En we hebben ook echt van de gemeente Leiden en een aantal burgemeesters in het gebied ook die vraag gegeven, jongens, help ons met kaders, help ons met regels om daar strakker op te kunnen sturen. En niet zozeer dat het dus een hele grote stok is, maar om in ieder geval ook te helpen iedereen in dat proces. En natuurlijk, we hebben al regels. En we kunnen daar best wel goed het gesprek over voeren. Maar we constateren ook dat het beter kan. Onze huidige regels zijn heel erg geënt op waterafvoer. Zo snel mogelijk het water afvoeren uit het gebied. Maar in tijden van droogte willen we ook eigenlijk veel meer water kunnen vasthouden. Dus dat je ook ja, met flexibel pijl of andere maatregelen en dergelijke veel nuttiger om kan gaan met het spaarzame water wat er in de regio aanwezig is. En ja, hoe doen we daaraan? Wat denken we dan aan? In ieder geval inzetten op waterrobuustheid. Waar bij nieuwe ontwikkelingen water zoveel mogelijk vasthouden. Ook dat waterkwaliteit. Ik heb de keur van ons nog op nagelezen. Eigenlijk hebben we heel erg weinig rails, stellen wij nu, aan de waterkwaliteit. In ieder geval ook aan de leefbaarheid, aan zo'n leefomgeving. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. En ook, we willen kijken naar de integrale opgave. Iedereen doet wat in het speelveld. Gemeenten, regenwaterverordeningen, waterschappen, provincies, nou noem maar op. En je moet eigenlijk zo'n gebied moet je integraal bekijken om tot de juiste oplossingen te kunnen komen. Nou, nu als laatste sheet een soort sneak preview waar wij dan in ieder geval als Rijnland aan denken. Dat gaat voor het thema wateroverlast. Waar wij ook behoefte aan hebben is een goede maatlat van wat is nu waterrobuust bouwen. Daar heeft iedereen verschillende definities van, maar eigenlijk is er geen goede in Nederland van ja, wanneer is het nu goed of slecht of matig of zeer waterrobuust. Nou, we hebben daar op basis van RioNet zelf wat voor bedacht.
Dan, we hebben de criteria met een aantal millimeters eraan gekoppeld. Als je zoveel millimeter zou kunnen bergen, dan heb je in ieder geval een waterrobuust gebied. En daar willen we als het goed is gaan lopen sturen. En die komt ook weer uit die bouwconvenanten. Dat elke ontwikkeling in ieder geval minimaal 19 mm 24 uur op zou moeten kunnen vangen. Liever nog meer. Dat is echt een ondergrens. Maar we zien dat in een aantal gebieden je dit gewoon niet redt. Nou, er zijn nog allerlei discussies over mogelijk. Maar dat is een beetje de inzet die we daarin willen hanteren. Dat was hem. Jullie doen het allemaal ontzettend goed. Nee, jij hebt wel eens eerder vragen gehad. Dus zijn we even anders. Nou Bas, ontzettend bedankt. Ik vond het wel heel mooi dat jij het hele woord samenwerking. Dat zit niet alleen tussen de organisaties, maar ook tussen de velden. En er zit gewoon even. Ik weet niet wat jouw vrouw of partner of zo is, maar voor mij ben je een en al samenwerking. Denk ik, als je het straalt helemaal eruit. Dus ik vond het heel netjes dat je dat ook. Je doet ongeveer ook wat je preach, wat je doet. Dus dat vind ik helemaal. Is er iemand behalve Anne die nog een vraag heeft? Voor Bas. Je gaat toch niet. Ja, Richard, dankjewel. Anders had ik anders nog het woord moeten geven. Integrale benadering. Ik hoor niet zeg maar de drinkwater bedrijven. In de integrale benadering. Want je hoort ook steeds meer dat. Is er überhaupt drinkwater als er een opgave is voor woningbouw of industrie. Of energiebeschikbaarheid. Dat komt ook steeds meer naar voren. En is dat iets waar jullie ook aan denken? Ja, dat is zeker een onderwerp. Als ik ook weer terugpak op het Noordzeekanaal en Breinkanaalgebied, is dit gewoon een inlaatpunt van drinkwater. En als we nu oppassen, verzilt dat, hè, als gevolg van al die zaken. Dus we doen dit ook zeker, hè, die integrale benadering, ook zeker met de drinkwaterbedrijven die erbij horen. Ja. Perfect. Oscar? Nee, je bent nog niet aan de beurt. Dankjewel. Je hebt het over samenwerking. Samenwerking hebben we hier natuurlijk nu duidelijk in de provincie en de waterschappen, maar ook die ruimtelijke opgave. Waarbij natuurlijk enorm belang is voor hoe de gemeentes daarmee omgaan. En ook welke vergunningen allemaal gemeentes afgeven aan bouwbedrijven. Dus ik zou bijna willen vragen wie van de gemeentes hier aanwezig. Maar niemand. Dus helemaal niemand. Is dat niet iets waar we aan zouden moeten werken? Ja, zeker. En daar zit je ook een spanningsveld. Maar je hebt aan de ene kant de gemeente, heb je de economische belangen. En de mensen die met ruimtelijke ordening bezig zijn. Dat is soms een andere tak van sport, compleet andere tak van sport dan degene die met water bezig is. Er zitten soms echt fysieke schotten tussen. En om die alleen al bij elkaar te krijgen, en ik denk dat het leerprogramma een hele mooie van is, van hoe breng je nu de verschillende groepen bij elkaar en daarmee aan de slag te gaan, is echt van wezenlijk belang. Ja, klopt. Bedankt als kijker, een leuke vraag voor het eind van de discussie. Hij dat He? Ja, hij mag dat ook. Ja, je gaat nog meer van die vragen stellen. Is er nog iemand behalve Anne die een vraag wil stellen? Ah, gelukkig. Jij mag. Ik hoorde best wel veel over het voorkomen van schade en dat het dan van bij welke regenbuien zeg maar geen schade mag voorkomen. Maar doen jullie ook iets met schade mitigatie, dat als er overlast is, er minder schade plaatsvindt? Nou, dat is volgens mij net een van de inzetten. Op het moment dat je een nieuwe woonbouwwijk goed aanlegt, ik zeg altijd, doet die drempels maar 10 centimeter hoger dan de rest, dan kun je al heel veel ellende voorkomen. En dat soort zaken. We hebben voorbeelden ook in onze regio die net op de verkeerde plek zijn ontwikkeld, net te laag zijn aangelegd. Ja, dat is wel, en dat nog eens in combinatie met bestaande nieuwbouw en dergelijke, dat je denkt van hoe hebben we dat kunnen adviseren of daar niet beter in kunnen sturen. Dus dat is een heel belangrijk punt. Ja. Oké, Anne? En dan gaan we naar de koffie. Ik vind het een prachtig verhaal, maar ik hoor je wel steeds praten over nieuwe ontwikkelingen. Eigenlijk zou je die 90 mm ook in, want het meeste van Nederland is al ontwikkeld. Heb je enig idee of gedachten over hoe je die 90 mm in de bestaande bouw. Ja, nou ik heb twee. Dat is natuurlijk een heel goed punt. Hè? Ik heb twee van die voorbeelden laten zien. Hè? In de gemeente Leiden en in Amsterdam. Nou, hoeveel dat er precies is, heb ik nu niet echt een beeld van. Maar dat is wel een hele uitdaging. Want hoe doe je dat dan? In een zo hoogversteende opgave met allerlei. Nou ja, maar we zien wel dat op het moment dat die straten open moeten voor de energietransitie of andere zaken, dat wel een kans is om ook daar in ieder geval de waterrobuustheid omhoog te schroeven. En of we dan niet 19 mm halen, weet ik niet. He, misschien dat je van 30 richting 60 kan, dat je in ieder geval wat daarin kan verbeteren. Maar dan kunnen we een hele grote slag mee maken. Maar het wel het geval is, ik hoop in ieder geval dat vanuit de landelijke maatlaten in nieuwe gebiedsontwikkelingen, die getallen, he, dat uit die bouwconvenant gewoon regels worden. En ja, in het bestaand gebied zullen we het waarschijnlijk richting stimuleren moeten.
subsidies, ja, noem maar op. Ja. Oké, nou, ontzettend bedankt.